Hoi, ik ben Freek. En ik vroeg me af, hoe hoest of niest je het veiligst voor je omgeving? Dat er niemand ineens in een super soaker reclame zit. Dat is lief voor jezelf en mensen in je buurt. En minder lief voor... coronavirus. Want meteen maar even een feitje. Je bent al 5 dagen besmettelijk voor je de eerste klachten krijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie schat zelfs in dat ruim de helft van alle besmettingen gaan via mensen die nog geen klachten hebben. Oeh. Niet als een wilde in het rond gaan sproeien dus, want dat is superbelangrijk voor iedereen. Oké, hoe dan? Er zijn 3 gangbare manieren om te hoesten of niezen. In je hand, in een zakdoek of in je elleboog. Ik vergelijk die manieren op basis van wetenschappelijke artikelen en een aflevering van Mythbusters. Hand en zakdoek bekeken we in eerdere filmpjes, allebei geen doorslaand succes. Dus hopelijk is je elleboog wel echt een goede plek om in te hoesten. Gaan we dan. Het lijkt ergens wel op zo'n dab, met het verschil dat dit nog wel ergens nuttig voor is en niet alleen voor de likes. Zie je wat rondvliegen? Ik niet. Niks. Eens kijken wat er gebeurd is. Je gezicht zit eronder en je elleboog. Verder kan er eventueel iets van je elleboog recht naar beneden vallen, maar je spetters zijn helemaal gelokaliseerd. En er is meer goed nieuws. Je handen zijn nog schoon. Veel minder kans dus dat je kleverig spul gaat verspreiden. In een vorig filmpje zagen we al dat COVID-19 wel 3 uur in de lucht overleeft en nog veel langer op andere oppervlakken. Maar nu vliegt er niks rond en besmet je niks wat je beetpakt. Lekker bezig dus met die elleboog. Oké, resume. Hoest in je elleboog. Punt. Ga gelijk even oefenen. Het is eventjes vreemd, maar het went best wel snel. Oké, dit was het 3e en laatste filmpje. We zijn er wel. Heb je meer vragen die je in een filmpje beantwoord wilt zien? Laat maar weten in de comments. In de post staan wat linkjes naar bronnen die ik hiervoor heb gebruikt. Deel het rond en red de wereld. Hoei. Oh ja, PS. Geen dieren zijn erger dan anders mishandeld voor dit filmpje. Je kan niet besmet raken door je huisdier.